Hallo kikkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remers. Jawel, wij zijn in de week van Freak-O-Matic beland. Jawel mensen, jawel. Ah ja, hoe ik het ook wil doen naar de vlogs. En dit trivia's. Ik weet dat er een moeilijke vragen bij waren. Maar ik ga dat eens te goed en beter organiseren. Daarvan trivia. Oké, dus dit is nu de trivia time en niet meer de pimpompet tijd. Waarom niet meer de pimpompet tijd? Dat is omwille van dat de vragen daar op zijn. Dus, ik ga nu een... Even gaan doen. Goedemorgen. Pas wakker. Oké, ik heb hier een kaartje. Zie je? Trivia. Naar welke Belgische gemeente werd de overjas Duvelkout genoemd? Ik herhaal. Naar welke Belgische gemeente werd de overjas Duvelkout genoemd? Oké. Ik ga eens even op de achterkant van de scherm klikken. Voilà. Dan, vraag nummer 2. Waarin verscholen de man uit Jurassic Park zich toen hij door een T-Rex werd opgepeuzeld? Waarin verschool de man uit Jurassic Park zich toen hij door een T-Rex werd opgepeuzeld? Volgende vraag. Vraag 3. Welke Engelse prins is hertog van Cornwall en prins van Wales? Ik herhaal. Welke Engelse prins is hertog van Cornwall en prins van Wales? Oké. Dan, welke christelijke feest wordt voorafgaand door de avant-première die 4 weken duurt? Welke christelijke feest wordt voorafgaand door de avant-periode die... Adventperiode, ja, adventperiode die 4 weken duurt? Oké. Dan de volgende vraag. Welke kleur tovert koper in de lucht wanneer het in vuurwerk verwerkt is? Welke kleur koper in de lucht wanneer het in vuurwerk verwerkt is? Voor de vuurwerk mensen die dat maken, die zullen wel deze vraag wel heel gemakkelijk vinden. Oké, de laatste en not my least. Welke verzamelaars weten heel goed wat de Penny Black is? Oké, ik herhaal. Welke verzamelaars weten heel goed wat de Penny Black is? Deze vraag hou ik echt apart. Voilà. En dan morgen ga ik dus die vragen dan terug opnieuw stellen met de antwoorden erbij. Met dan ook weer al nieuwe vragen erbij. Dus... Jawel, welkom bij de Trivia Time. Trivia Pursuit Time. Thank you. En nu de begeerde Q. En E. Ik ga even eens heel snel al eens overlopen. Oh. Even overlopen hoeveel reacties dat we hebben.
Zowel op Discord. Mijn Discord even aan het open doen. Ik zag nog net iets. Oké. Dus we zitten nu op de Discord. Eens even kijken. Oeh, toch tamelijk veel. 1, 2. Oké, dus ik ga dat dus nog wat. Dus als ik de Q&A ga beantwoorden van Discord. Ik dat doe nog via mijn gewone camera, hier bij de GoPro camera, jawel. Fantastische beelden en allemaal, voilà. Oké, hier we go! De Oké. Encrypted. Waarom maak jij nog Q&A aan? Omwille van dat ik dit niet ga laten vallen. Omwille dat ik dit heel graag doe. En als er ook vragen zijn in de Q&A die mij onrechtstreeks toch belachelijk stellen, dan beantwoord ik deze niet meer. Punt uit. Voilà. Ik ben strenger geworden nu op mijn eigen. Dan is de politie langs geweest toen Bea tegen haar goezing was opgesloten. Wat denk je nu zelf, Encrypted? Nee. Juicy HD, in de laatste livestream groet jij jouw hart met je hoofdtelefoon die je gekregen hebt van een fan. Dit vind ik persoonlijk een beetje respectloos. Hopelijk werk je hier aan. Ja, ik werk daar ook aan. Maar, ik ga u nog een keer zeggen, dus zogelijk als er vragen gesteld zijn die rechtstreeks naar Bea gaan. Die lees ik zelfs niet meer voor. Die beantwoord ik zelfs niet. Dus doe ook alsjeblieft geen moeite meer om vragen te maken die richting Bea gaan. Want die beantwoord ik toch niet. Want we willen geen stress meer hebben. En dat geeft ons wat stressmomenten. En dat gaan we er gewoon uithalen. Oké, waarom doet jij nog een Q&A? Waarover zouden we vragen moeten stellen als er geen vlogs zijn? We hebben geen idee meer wat er in uw leven aan de hand is. Dus ik weet niet welke vragen je verwacht. Van Buttermew komt deze vraag. Ja, oké. Geef me nog wat tijd. Ik ben nu alles zo aan het bekijken van hoe, wat, waar dat ik dat ga doen. Deze weekend wordt ook wel leuke tijden. Hoe of wat, dat laat ik in het midden. Ik ben aanwezig op Freak-O-Matic. Dat is sowieso nu al zeker. Dan. Hier is het. Voilà. Dat bedoel ik. Dus e-mails pro viewbot. Weet je zeker dat je Bea de ware liefde is? Ja, Bea is mijn ware liefde. Maar dat is weer al een vraag wat tussen ons speelt. En dat ga ik dan ook later, dus bij de volgende Q&A's, ook niet meer beantwoorden. Ze zegt constant dat je een klein kind bent en dat je haar gevangen houdt. Ze is op de vorige livestream dat ze niet bij u wou zijn en dat de politie gebeld moest worden. Timmy, je kan veel beter krijgen dan Bea. Echt waar, ik meen het. Ze manipuleert u, dat is gewoon wat wij zien. Jullie zien dit voor de camera. Maar wat er achter de camera's gebeurt, dat zien jullie niet. En, ah wel, Bea is ook mijn ware liefde. Ik voel me heel goed bij haar. Wij hebben al woeste zeeën doorzwommen. Punt. Maar daar laat ik nu ook over. Dan hier opnieuw, dus op de livestream hoorde ik dat Bea zei dat je ze haat. Dat is niet waar. Is haat een emotie dat jij linkt aan verliefd zijn? Soms kunnen er woordenwisselingen zijn, ja.
dat is bij elke relatie. Er zijn altijd woordwisselingen. In elke relatie is er ook ruzie. Als er geen ruzie is in een relatie, is er geen relatie in een gezonde relatie. Amai. Als mijn vrouw zou zeggen dat ze mij haat, smeet ik haar ter plekke buiten. Amai man, jij bent een vent van vlees en bloed. Echt waar. Zo de vrouwen behandelen. Chapeau. Chapeau, je moet dat verder doen. Chapeau, zo houd je echt de ware bij jou. Echt waar. Als ze eens één keer zegt van ik haat u. Ja. Oh, amai. Of wil je bebé houden dat hij eindelijk kan samen zijn met Chrisje? Kijk, wat tussen mij, Bea, Chris, Evelien, noem maar op, speelt. Zo gelijk Bea is mijn partner. Daar ben ik stapelzot verliefd op. Waarom zal ik dan overstappen naar Chrisje? Voilà. E-mail Pro Viewpod, uw vraag is ook al bij deze beantwoord. Dan, Hamza, waarom wil je niet dat ik en een moment naast jou zitten of vorm? Ben je racist misschien? Nee, ik ben geen racist. Maar de vorige keer zijn er ook redelijk wat fouten gelopen, dus daarbij dat ik wat safe speel. Je bent echt zo'n racist, ik kan het niet geloven. Ben benieuwd of je nog zo'n grote mond of vorm gaat hebben. Mijn mo gaat daar werken als buitensmeet. Ja, you're right. Eerst je dan geloven. Dan. Encrypted. Encrypted, uw vragen worden dus niet beantwoord, want het gaat allemaal rondom B. Voilà. Racist, dit ga ik ook dus niet beantwoorden, want dan gaat er ook een klein beetje erover. Dan, eens even kijken. E-mail. Je moet volle melk beginnen kopen in plaats van magere melk. Totaal geen voedingsstoffen in magere melk en volle melk smaakt 10 maal beter met chocomelk. En al. Oké. Okay. Dan zou ik dat eens wel eens proberen met volle melk eens te drinken. Even kijken. Ja, ik drink zeker altijd halfvolle melk. Even gaan kijken in mijn frigo. Pak jullie mee. Neem je mee, prins. Heb ik halfvolle of volle melk? Zal ik eens kijken in mijn koelkast. En ze hebben... halfvol. Gelijk. Ze hebben gelijk, mensen. Ze hebben gelijk. Ja. Ik drink halfvolle melk in plaats van volle melk. Ik ga het wel eens proberen, e-mail. Voilà, zijn een interactie in mijn Q&A. Waarom jij spreekt nooit rechtstreeks aan je fans hier op Discord? Kleine moeite voor de mensen die voor jouw views zorgen. Even aan te spreken en te reageren. Wij maken jouw kanaal zonder ons niemand kijkt. Dat is ook weer wel waar. Maar ik weet niet hoe ik dat te goed kan inplannen in mijn... Oh. Hoe moet ik het zeggen? Niet gemakkelijke leven. Ik zit boordevol, zoals ik ook vandaag. Zat ook op de planning voor mijn auto gaan te halen. Normaal gezien was er een planning geweest dat ik naar Sint-Truiden carnaval ging gaan. En daar ook wat content ging maken. Maar jammer genoeg gaat dat niet omwille van dat ik geen wagen heb. We gaan ook de tijd van de loop van de dag gaan we ook mijn wagen gaan ophalen in Brustum. Wat hier nog altijd op de bedrijventerrein staat, geparkeerd. Ja, die moet daar dus weg. En die ga ik dus ook dan vandaag ook daar weghalen. Oké. Dan hebben we weer al Smurf.
Hallo Dimitri, weer even geleden dat ik nog aanwezig was op de vragenronde. Het zit namelijk zo, ik moet voor werk in Antwerpen zijn, maar ik had me een beetje vergist van vervoersmiddel. En in één keer zat ik in Zuidoost-Azië. Mooie landen wel daar en ook een vrouwtje, njam njam, dat ook ben. Dan maar even daar gebleven voor plaatselijke fauna en flora. Maar daardoor wel een heel veel psycho gemist. Jammer dus. Dan heb je een kleine samenvatting van wat er in de grote lijnen gebeurd zijn sinds 4 januari. Zodat ik kan volgen. Ja, de vlogs zijn even op on hold gezet. Voilà. Ik heb de smaak om te reizen te pakken. Volgende, ik twijfel tussen Putem. Turkmenistan of Noord-Korea. Noord-Korea, zal ik dan zeggen. Waarom zou jij kiezen en waarom? Omdat ik gewoon Noord-Korea ken en de andere twee dingen ken ik niet. Heb jij 72 uur livestream gemist? Heb ik de 72 uur livestream gemist? Zou ik heel erg vinden. Nee, er is geen 72 uur livestream gekomen. En die zal er ook wel niet komen. Een hond of een kat? En dan liever met... Oké. Ik ga dus... Als ik echt moet kiezen tussen een huisdier, een hond of een kat... Ja. Dan kies ik voor... Jawel. Miauw, poesjes. Ik heb dat ook graag. Die geven ook nu u nog wat extra liefde tegenover honden. Die vraag ga ik dus niet stellen. Als je nou zou moeten kiezen en je moet echt kiezen, geen uitweg. Het liefst je hele leven met een man of met een vrouw het bed delen. Ja, wel, ik blijf trouw aan Bea, dus aan een vrouw. Voilà, die vraag is ook helemaal beantwoord. Ik ben de laatste drie... Ja, 3,14 dan, ga ik dan nemen, bijgekomen door veel taart te eten. Heb je tips om af te vallen? Ja, terug wat gezonder eten, wat meer gaan wandelen. Bij wandelen, verzoek je ook calorieën over. En ja, voilà. En zo kun je ook dat weer afval. Of zoek je een favoriete sport? Dus ik slaap zelfs liefst in mijn naki, slaap jij met een pyjama. Ik ga er recht op uitzien, ik slaap met mij gewoon altijd continu met mijn onderbroek aan. Het is carnavalseizoen, wanneer kunnen we weer integraal stoeten verwachten? Liefst met live commentaar van jou. De carnavalseizoen is voor mij ook tot heden al in het water aan het vallen. Omhoog van dat mijn wagen moeilijk doet. Maar er gaan toch nog toffe vlogs aankomen, sowieso. Er gaan sowieso nog toffe vlogs aankomen. Politie uw vriend? Ja, politie is mijn vriend. Eet je graag gestampt eten? Nee, niet gestampt eten. Ik klop dat klemmetje graag op. Ik geef dat eerlijk toe. Zo gelijk ook vandaag, morgen is het wereld. Dus gelijk vandaag is het... aardappelpuree met gele currysaus, chipilata en appelmoes. En morgen is het aardappelpuree, spinazie, chipilata en appelmoes. Woensdags is het spaghetti. Voilà. Spaghetti. Oké, ik heb chocomelk gemaakt, maar hij was heel lopen. Net zoals, ja. Dus, chocomelk moet toch altijd lopendig zijn. Kijk maar naar Sesimel. Sorry als ik niet zo reclame maak. En voilà. Hoe lang is het voor jou perfecte lengte? Hoe lang is jou de perfecte lengte? Iedereen heeft zijn lengte. Ik ga dat niet op beoordelen. Wat een perfecte lengte, dat bestaat niet. Dan hebben we nog Alivator.
Wat vind jij zo lekker aan chipilata? Chipilata? Ah, wel, de vleessoort, die vlees is echt lekker in mijn mond. En ik kan nog altijd geen andere vleessoort indenken wat lekkerder is dan chipilata. Wanneer een livestream waarin je games speelt met Fannekes. Ik heb nu gisteren een laatste livestream gedaan samen met. Die staat hier zelfs al niet eens tussen. Ah jawel. Euro Truck Freak 21. Voilà. Wanneer ga je nog eens een meet en greet doen? En wel, dat staat vast in de zomervakantie bij Fiorano IJsbar. Ofwel, kom je eens langs op een van de evenementen, zoals ik ook op 666-LAN, waar ik ook aanwezig ga zijn, of Frecomatic, waar ik ook aanwezig ga zijn, op X-LAN, waar ik aanwezig ga zijn. Daar kunnen jullie allemaal mee komen opzoeken. Vraag even naar een handtekening, of wil je op een foto, dat mag ook. Of wil je een shout-out doen naar iemand anders ertoe, dat mag ook. Voilà. Wat is de echte reden dat je even stopt met vloggen? Wees eens eerlijk. Om mijn relatie en mijn gezondheid te redden. Want ik was echt ook heel zwaar achteruit aan het gaan. Ook qua gezondheid en al. Ik leef nu veel gelukkiger, veel gezonder. Ja, gezonder misschien nog niet, maar wel veel gelukkiger. En ja, daar ben ik ook heel eerlijk om. Het vloggen gaf me echt even een grote stressmoment. En die grote stressmoment, die wou ik volledig wegkrijgen. En dat is mij nu ook gelukt. Maar nu moet ik nog even op mijn tandjes bijten om te zeggen van Dimitri, vlog alsjeblieft nog niet overdag. Maak gewoon nog uw vaste content, zoals de Q&A, uw livestream. Maak eens, misschien nog eens buitenuit een gaming movie. Noem maar op. Doe dat. En dan doe ik dat ook en ik voel me daar ook veel beter ook rond. En ze moeten ook niet de baas spelen over mij. Ik moet mijn eigen blijven. Ik ben ik. En niet ik ben bijvoorbeeld EXO die zegt van Dimitri, je moet dit doen. Nee, zo kan ik mijn eigen niet blijven. Sorry, zo kan ik mijn eigen niet blijven in mijn vlogs. En kan ik ook niet zeggen van kijk. Wat ik ook aan bereiken ben. Want ik ben dan aan het bereiken volgens jullie aard en niet volgens mijn aard. Ik wil mijn eigen blijven. Mijn eigen. En daar ben ik mij nu terug aan het vinden. Dus wat houdt dat er ook in? Als ik mijn eigen terug ook aan het vinden ben, dat ik dan ook weer al hele leuke oudere vlogs kan maken. Oudere content, dat ik terug ga magneetvissen of leuke content ga maken, dat ik terug buiten kom, buiten mijn vier muren. Voilà. Welke vleesje vind jij lekker voor tussen de boterhammeken? Dingen. Oh, boerenringworst. Boerenringworst is echt heel lekker voor tussen de boterhammetjes. Wanneer nog eens een leuke livestream? Die was gisteren geweest. Dat moest je gisteren hebben geïntuned, elevator. Misschien een goede idee, Kit, dat je nog eens echt grappige dingen doet zoals vroeger. Ik heb juist mijn vraag daar ook rond beantwoord. Zou je een karaoke-streamken niet leuk zijn? Ik weet het niet. Ik weet het totaal niet. En dan hebben we nog het laatste van Emiel. Wat is de eerste keer dat jij iemand hebt ontvoerd of is dat je al meerdere keren hebt gedaan? Ik heb nog nooit iemand ontvoerd. Nog nooit. Echt niet. Voilà. Bij deze, dat was de Q&A van Discord. Ik ga nu ook overschakelen naar de Q&A van YouTube. Daarvoor moet ik even een andere venster open doen. Voilà, YouTube. Die wordt nu geactiveerd. Mijn kanaal. Dan video's. Dan de volgende Q&A ga ik nu open doen. En dan.
Ja, vanaf nu ga ik kijken wat ik ga doen ook om dan nog mijn vlog toch redelijk groot te maken. En jullie ook misschien nog meenemen naar leuke dingen en al. Moet ook oppassen met mijn dingen. Oké, hey Timmy. Van ben ik de slimste? Dus op vlog 1741, dit is 1742. Dus al trek al een nieuwe Q&A. Benny, hey Demi, jij zegt integraal dat je nog te vroeg is om terug te vloggen. Jij kan integraal later op de dag vloggen. Dan is het niet meer zo vroeg. Ha 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 ha. Nu leg ik jou eens uit, Benny de Slimste. Ik heb jou door. Dus nu wilt je mij daar klimmetje in toen laten uitlachen. Zal niet gebeuren. Ik snap uw redenering wel. Ja, dan moet ik wel later over een dag gaan beginnen te vloggen. Dan is het niet meer zo vroeg om te vloggen, hè. Nee, wat bedoel ik daarmee? Ik vind het nog veel te vroeg om content buiten huis gaan te maken of hier binnenshuis te maken, waar dan ook nog andere mensen bij zijn. Dan BA 1111. Zonnebrilletje. Oké, je krijgt een like van mij en een hartje. Een likeje van mij en een hartje. Ja, die heeft dat dus 2 keer gepost. Hè. Dan BestTube 4260. Een YouTube-teken en een duimpje omhoog. Dank je wel ervoor. Je krijgt een hartje van mij. Dan Marcel, leuke video, Dimi. Blijven doorgaan. Ik zal zeker blijven doorgaan. Ook voor jou een hartje. Eddie B. Een smiley en een. Nee, een knipoog en een smiley. Je krijgt ook een hartje. Alsjeblieft, een hartje, een hartje, een hartje. En dan Vavor. Come back, baby, come back. Met vloggen, lol, lol, lol. Baby, come back. Ja, daar moet er toch een liedje van bestaan. Van baby, come back. Is even go, iets in elkaar gaan flansen. Even nog eens op mijn achterschermpje klikken. Dan even mijn kabeltjes zo wat losser maken. Da-di-da-da-da. Ah, dat is wel een goeie. Ik ga die eens proberen eens te zoeken. Mijn box is even terug te goeie zetten. Voilà. Mijn box staat terug te goeie. Spotify. Baby. Baby, come back. Daar bestaat wel een liedje van. Dat geloof ik wel. Vavor, bavor. Wat doet je mij toch allemaal toch aan? Eens even kijken, hè. Baby, come back. Is hem dat, hè? Ja, dat is hem ook. Back. Baby, come back. Baby, come back. Baby, come back. Voilà, dat was het. Baby, come back. Hier heb je dat ook nog eens. Van K3. Heeft een brief naar alle kinderen in heel Europa. Ik schreef een brief hem vandaag nog op. Dan heb je hier. Baby, come back. Hoort je, daar zit dat ook in, hoor. Baby, come back. Oké. We gaan nu verder. Dan Koetbap. Yo, you, peace, motherfucker. Dan Bart Simmink. Niet opgeven. Ik geef nooit op. Ik blijf altijd vechten, ook zelfs voor mijn kanaal. Ik blijf altijd vechten voor mijn YouTube-kanaal. Love, love, love naar jullie allemaal toe. Ik heb zelfs nog een leuke verrassing.
Dan, first last, blijven vloggen. Zal ik zeker doen. Vlog reviewer. Nee, Psycho, please. Je moet echt langer een break pakken van YouTube. Waarom moet ik langer een break nemen? Geef me dat eens eerlijk eens een antwoord. Vlog reviewer. Dimi, je hebt geen zwaar autisme. Als je een zwaar autisme had, kan je niet alleen wonen. En je hebt 24/7 hulp nodig. Ik heb wel op bepaalde dingen autisme. En daar word ik nu aan geholpen. Dus maar ja, ik laat dat ook in het midden. Dan Urfa. Alsjeblieft ook een hartje terug met een kruisje erin. Daar geef ik ook een likeje. Voilà, Sam. Dan zijn we rond. Dan zijn we echt volledig, volledig ook rond. Dan, wat ik dus nog als verrassing nog had. Ik wil nog graag zelf eens de shoutouts uitdelen. Een shoutout naar Encrypted. Een shoutout naar Juicy HD. Een shoutout naar Puttermew. Een shoutout naar Emiels Pro Viewpod. Een shoutout naar Hamza. Een shoutout naar Richard. Een shoutout naar Intern Jorgio. Shoutout naar Smurf. Shoutout naar Alivator. Shoutout naar Benny. Shoutout naar BA. Shoutout naar BestTube. Shoutout naar Marcel. Shoutout naar Eddie B. Shoutout naar Fafo Pavor. Shoutout naar Koet Bob. Shoutout naar Bart Simmink. Shoutout naar First Loss. Shoutout naar Vlog Reviewer en een shoutout naar Urfa. Alsjeblieft. En dan wil ik ook nog eens even, wat ik ook heel weinig doe, mijn partners ook nog eens bedanken die echt trouw blijven. Zo wil ik 666 Land, die ook binnenkort ook van start gaat, dus in april. Dus daar heb ik ook nog een kleine tekstje weer al rond. Dus ik blijft hij ook nog altijd mooi in het daglicht steken. Ontdek de exclusieve kans om deel te nemen samen met Psycho TV Events. En maak kans op gratis tickets voor 666 LAN in de Antwerp Expo van 12, 13 en 14 april 2024. Beste gamers en fans, ben je klaar voor een onvergetelijke LAN-party van 666 Gamers? Ah, wel, dan hebben wij Psycho TV en opwindende mogelijkheden voor je gecreëerd. Om niet alleen deel uit te maken van mijn geweldige kanaal, maar ook om kans te maken te krijgen op een gratis ticket voor dit event. Bij elke aankoop van 20 tickets via je onderstaande link, maak je automatisch deel uit van een spannende rad. Voor elke 20 verkochte tickets wordt er één gelukkige winnaar gekozen. En deze persoon ontvangt gratis een tweede ticket voor het event. Wacht niet langer en grijp deze unieke gelegenheid aan om niet alleen deel te nemen aan de Psycho TV events, maar ook om kans te maken om een gratis ticket en nog meeslepender gaming avontuur te beleven op de 666 LAN Party te Antwerp Expo. Klik snel op de onderstaande link om je tickets te bemachtigen en automatisch mee te dingen naar die gratis ticket. Echt waar, naar die gratis ticket. Dus de link staat in de beschrijving. Ik zal het nog eens in de beschrijving zetten, hier onderaan, onder deze filmpje. Bedankt voor je voortdurende steun aan Psycho TV. Laten we samen een spannende van gaming delen en jouw kans op gratis tickets vergroten. En zien we elkaar snel op 12, 13 en 14 april 2024 op 666 LAN Party. Yay! Tot snel allemaal. En dankjewel ook nog mijn partner LAN Party Europe voor alle informaties vast te krijgen van alle LAN parties in Europa. En dan wil ik ook nog linegamingsolutions.be bedanken voor trouw te blijven aan Psycho TV, Radio Power, Game Gear, Jurgen's Christmas House, Virano Ijsbar. Ik weet zelfs niet meer als Pixelland nog eigenlijk doorgaat. Eens even kijken. Die website bestaat zelfs al niet meer. Lol. Dus die gaan we even eruit halen.
Voilà, mijn website wordt integraal zelfs in mijn Q&A geüpdate. Voilà. Dan hebben we nog Verano, Eisbar, Jurgen Wollen Decorations, Gemeente Alken, Hakkenveldfeest, Steam, Fatland Gaming Evenements, Needless and Pins, Elo Chocolates en Ruby. En voilà, Sam. Dankjewel voor nog altijd trouw te zijn aan Psycho TV. Voilà. Ik ga hier jullie nu bij laten. Ik hoop dat jullie van deze unieke kansvlog weer al hebben gezien. Misschien dat ik toch wel morgen van weer al ga, ga kijken wat ik ga doen. Ga ik terug beginnen te vloggen, ja of niet? Dat wijst zich morgen nog uit. Dus vergeet al zeker geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. Abonneer, abonneer, abonneer. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijven jullie ook op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Volg mij ook sowieso op Twitch. En volg mij ook nog eens op Facebook. Dat is ook nog eens altijd welkom. Of kom gerust gezellig chatten op mijn Discord-server. De Discord-link staat hier ook aan onderaan in de beschrijving. Of ga naar www.psychotv.be. Want daar komen ook nog eens regelmatig eens ook eens nieuwspotjes op te staan. Zo gelijk ook mijn livestream, wat ik heb gedaan. Maar dan ook nu dan ook wel weer al iets nieuws. Dus dat je ook integraal dat spel ook kan kopen via mijn website. Dus dat je dan naar de juiste pagina op Steam dan terechtkomt als het een Steam game is. Voilà. En dan zie je ook dan rechtstreeks ook wat ik dan heb gelivestreamd. Voilà. Dus je kunt dat altijd herbekijken bij mij. Dat is toch wel nice, hè? Nice, hè? Bij Psycho TV. Oh yeah. Ah wel, mensen. Tot later allemaal. Yo, 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 yo.